Welkom lieve Steenbok bij jullie reading voor de laatste 2 weken van mei alweer. Ik hoop dat alles goed en wel met je gaat en dat je gezond mag zijn en gelukkig. Ik wil jullie allereerst bedanken voor de vele likes, jullie steun op dit kanaal, maar ook natuurlijk de vele aanvragen voor privé readingen, de vele nieuwe abonnees. De positieve berichten op dit kanaal via mijn website en natuurlijk ook via de e-mail. Ontzettend bedankt daarvoor. Als je nieuw bent, kijk eventjes of het resoneert. Het kan goed zijn dat het niet helemaal resoneert. Het zijn tenslotte algemene readingen voor honderden mensen die kijken. Het kan goed zijn als je dus kijkt naar je maan, naar je Venus of naar je ascendant, dat misschien wel resoneert. En het helpt altijd als je je abonneert, kost niks. Je energie zit dan in het kanaal en dan hoef je ook tenslotte niks meer te missen als je het belletje aanzet. Dan moet ik alleen nog eventjes de tarot shuffelen. Ik doe altijd alles pre-shuffelen. Maar ik doe dan ook nog eventjes online. Zodat jullie kunnen zien dat ik niet van tevoren de kaarten heb gelegd. We gaan even kijken wat is de energie voor onze lieve steenbokken. Je kaart zit hierin. In het midden krijg ik door. Dit is jullie kaart. Waar gaan wij mee beginnen voor de steenbok? Blessings. Zegeningen. Dus dat is heel erg mooi. Heel mooi voor jullie. Positieve kaart. En dan gaan we hier nog kijken. Wat is jullie tweede kaart? Oké. En daarop staat heling chaos. Oké. Het kan zijn dat je nu een torenmoment ervaart of binnenkort. Dat het voor je eigen bestwil is om het een en ander te gaan helen. Zodat er ruimte wordt gemaakt door die trilling. Zodat er zegeningen kunnen doorkomen. Mooi. Wat is de algehele energie tussen de steenbok en zijn of haar connectie? Dat zit hierin, die energie. Wat is de algehele energie? Midden, oké. Algehele energie. Wat is de energie van de steenbok? Oh, rechts. En wat is de energie van de connectie met de steenbok? Ik krijg wel eens de vraag van, maak jij ook contact met aartsengel Michael of met Sandoval of met Gabriel? Ja, ik maak gewoon contact met mijn gidsenteam en degene die als aartsengelen door willen komen of grootmeesters of wie dan ook, die mogen zich daar dan bijvoegen. En eigenlijk vind ik het niet zo van belang om dat te noemen, omdat het gaat erom tenslotte dat ik de berichten doorkrijg die moeten doorkomen. En ik denk dat dat niet zoveel uitmaakt of dat nou via aartsengel Gabriel, Uriel, wie dan ook doorkomt, of dat dat
via God doorkomt, of dat dat via het universum doorkomt, of dat dat via mijn gidsenteam doorkomt. Het belangrijkste is dat ik een zuiver kanaal voor jullie kan zijn en dat ik daardoor mooie readingen kan verrichten die heilzaam werken, die heel veel inzichten geven en die bovenal vaak resoneren. De algehele energie tussen jullie is de koning van zwaarden. Er gaat communicatie komen. En die communicatie die gaat chaos veroorzaken. Maar die chaos die is nodig om uiteindelijk voor heling te zorgen, lieve steenbok. We hebben hier de keizerin. Dan krijgen wij de 9 van munten. En dan krijgen wij de 8 van zwaarden. Dan aan de andere kant hebben wij de maankaart. Dan hebben wij de lovers. En wij hebben de 5 van bekers. Welke energie is van de steenbok? Dit is de energie van de steenbok. Hebben jullie nou beide steenbok als maanteken of ascendant of Venus? Ja, dan moet je even uitzoeken wie wie is. Lieve steenbok, kan goed zijn dat jij ook weegschaal in je ascendant hebt. Je hebt je eigen bedrijf. Die gaat goed. Je krijgt heel veel zegeningen op je pad, omdat je heel veel heling zendt via jouw werk. Je bent een krachtig persoon. Je bent aan het helen. Je bent ontzettend gegroeid. Niet alleen qua bedrijf, maar ook als mens. Heel veel mensen die hebben bewondering voor je. Die zien je stralen. Die zien dat je in balans bent. Dat je de dingen op orde hebt. Maar ook jij bent maar een mens. En je hebt ook af en toe dat je door bepaalde transformaties moet. En daardoor dingen niet helemaal overziet. En ook wel eens door het bomen het bos niet meer ziet. Dus te veel in het hoofd zit. En daar mag over gecommuniceerd worden. Dat wat jou bezighoudt. Dat wat jou zorgen baart. Het kan goed zijn dat je te maken hebt of met een tweeling of met een waterteken. Dat kan zijn een vis of een kreeft. Of een schorpioen natuurlijk. Maar ik krijg heel sterk kreeft. En schorpioen door. De ander heeft wat geheimen. Geheimen, diepe gevoelens. Diepe emoties. En er is ook heel veel aantrekkingskracht tussen jullie. Dat voelt die ander ook. En ze hebben van die geheimen, daar hebben ze spijt van. En kan goed zijn dat er duidelijkheid moet komen om aan de ene kant bij jou dat overdenken weg te halen, als bij de ander die uit die droefenis, uit die pijn, uit die verdriet, uit die depressie kan komen. Want door met elkaar te praten, ga je dus zien dat je hier dus nog liefde hebt staan. En dat gaat duidelijkheid geven. Dat gaat in eerste instantie heel veel chaos geven. Omdat open, eerlijke communicatie kan diep raken. Zeker als er geheimen zijn die of aan het licht komen of ontrafeld worden of als er over gesproken wordt. En aan de andere kant kan dat dan, juist omdat het zo diep zit, kan het ook heel helend werken. Je ziet ook bij deze kaart ook heel veel vlinders. Dus dan gaat de boel transformeren, gaat de boel dus veranderen. En dat is nou juist nodig, want dan komt er ruimte voor blessings. Dat het dus goed gaat in deze connectie. Wat is de advies
voor onze lieve steenbok. De kaart zit hierin, als het goed is. Eens even kijken. Het advies is prosperity. Een voorspoed. Dus het gaat goed komen met die blessings en die prosperity. Alleen heb het vertrouwen in het feit dat er open, eerlijke communicatie moet komen. Dat is de crux. En nog een ander advieskaartje voor jou, lieve steenbok. En die mag hierin zitten. En dat is illumination. Ja, er komt wat aan het licht. Dus ik heb toch heel sterk het gevoel dat die geheimen, dat die aan het licht komen. Er moet over gesproken worden, open en eerlijk. En dan kan het de lucht klaren. En dan kan er ruimte komen voor die blessings en die prosperity, voor die voorspoed en die overvloed. En het kan helend gaan werken. Dus ik zou zeggen, lieve steenbok, raap de moed bij elkaar en ga communiceren zodat er duidelijkheid komt. Dat je niet langer meer of in het hoofd zit of in pijn en verdriet zit. Maar dat je dus kan gaan helen, dat deze connectie kan gaan transformeren, kan gaan helen, opheldering kan geven, voorspoed en uiteindelijk ook zegeningen. Als je zegt van, goh, dit resoneert, ik wil er graag dieper op inkijken, dan kan. En dan kan je mij dus benaderen via mijn website of via de e-mail hieronder. Als je zegt van, ja, maar ik wil graag een privé-reading op werkgebied, twin flame, persoonlijke ontwikkeling. Of ik wil coaching, mindfulness coaching, traject ingaan met je. Of ik wil graag bij jou een chakra healing. Kan allemaal. Neem dan even contact met me op. Ook voor de tarieven. Het staat je vrij om te informeren. En zo niet, nou ja, dan zien we ons de volgende keer weer terug op dit kanaal. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Veel liefde en licht. Namaste.